In dit rapport hebben we vooral vier grote ontwikkelingen in beeld proberen te brengen. Ontwikkelingen die zich in de afgelopen 50 jaar hebben afgespeeld. De eerste is de leegloop bij de grote kerken. De protestantse kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke kerk. 267 mensen per dag gemiddeld zeggen daar hun kerklidmaatschap op. Dat betekent dat er elk jaar een stad als in de orde van grootte van Delft verdwijnt. Van de migranten die Nederland binnen zijn gekomen in de afgelopen 20 jaar is nog geen kwart moslim, maar meer dan de helft christenmigrant. Mensen putten uit allerlei bronnen uit de wereldreligie, spirituele stromingen, maar die hebben vaak geen enkele overlap met de christelijke traditie, laat staan met een kerk. Dan gaat het dus om mensen die gewoon zeggen, ik ben atheïst, ik geloof nergens in. Ik geloof niet in God, maar ik geloof ook niet in een hogere macht of een spiritueel beginsel. Allemaal onzin, bestaat niet. Bent u met het christelijk geloof opgevoed? Ja, helemaal, van voor tot achter. Hier ben ik een Nederlandse hervormde kerk, hier om het hoekje. Nou, ik ben daar zat geweest. Hoeft voor mij niet meer. En het kent niet meer ook anderhalf uur zitten op die bank, op die houten bank. Nee, dat gaat ook niet meer. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die doen ook helemaal niks aan het kerkelijk gebeuren. Er is een soort verharding gekomen, omdat die groep die zegt niet meer tot een kerk te behoren, steeds meer mensen telt die ook van huis uit, als kind, nooit iets in dat opzicht hebben meegekregen. Ik zit wel op mijn christelijke school. Maar? Ik doe niet echt wat mee. De gemiddelde Nederlandse jongere beweegt zich weg van godsdienst en kerk. Is er steeds minder vertrouwd mee. Maar de jeugd die nog wel bij een kerk hoort, is godsdienstiger dan ooit. Dat vormt inmiddels het segment binnen menige kerk van de meest gelovige, meest kerkse, meest bijbelvaste groep. Dit zijn eigenlijk jongeren die tegen het maatschappelijk verkeer inrijden, zou je kunnen zeggen. De algemene trend is, na steeds meer ongeloof, deze groep wordt steeds geloviger. Geldt niet voor alle kerken. Het is bij uitstek een protestants gegeven. Heel veel dingen die zich in de kerken voordoen, de hogere eisen die gelovigen aan de kerk stellen, dat ze individueel benaderd willen worden, om maar twee voorbeelden te geven, zijn niet uniek voor de kerken, maar daar heeft ook Amnesty International of Natuurmonumenten of de vakbond heeft daar ook mee te maken. Dat zijn algemene trends in de hedendaagse Nederlandse samenleving die je onder andere op godsdienstig terrein weerspiegeld ziet. En heel vaak redeneren kerken, als ze dat soort ervaringen opdoen, vanuit een theologisch principe. Die vragen zich af, wat doen wij verkeerd als kerk? Of zijn wij als kerk eraan toe om de bakens te verzetten? Terwijl ze niet altijd doorhebben dat dat een algemene trend is in de samenleving en niks met het kerk zijn op zich heeft te maken. Hier rechts zie je gewoon waar de christenen de dominante religie vormen op de wereld. Rood zijn de christenen. De toekomst van het christendom, is wel eens eerder gezegd, ligt niet langer in Europa, maar in Afrika, in Azië, in Zuid-Korea, in Zuid-Amerika, buiten de westerse hemisfeer. Daar zit de kern van gelovigheid, daar zijn de meest gemotiveerde gelovigen en daar is het christendom ook de snelst groeiende religie.